Ja, ik moet mijn hele gezicht kleuren met paars. Ik ga er echt als een clown uitzien op het einde. Wat is deze make-up look? Het ziet er zo raar uit. Wimpers! Vandaag gaat het een hele andere video zijn, omdat ik in deze video iets ga doen wat ik nog nooit eerder op deze YouTube kanaal heb gedaan. Dus namelijk, ik ga een make-up look namaken. Maar niet zomaar een make-up look. Een supermooie en een klein beetje grappige make-up look. Dus blijf zeker tot het einde kijken, want ik ga daar zeker een touch van Ella bij doen. En het gaat echt een film worden en grappig. Dus kijk zeker tot het einde. Maar voordat we beginnen, vergeet zeker niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Maar ik stel voor dat we gewoon aan beginnen. Let's go! Oké, dus ik heb de foto erbij gehaald. En zoals jullie al misschien al hebben gezien, heeft ze paars haar. En dus ja, ik heb een pruik van paars haar. Dus ik ga die aandoen om die hairstyle zo goed mogelijk na te doen. En dan heeft zij zo speldjes in haar haar. Zo, ik heb de exacte kleuren. Dus dat is wel fijn. Zo, ze heeft een paarse speldje, een roze en een gele. Dus ja, dat is wel leuk. Oké. En zij draagt ook mega wimpers. Ik heb 3 wimpers hier. Ik heb regenboogwimpers. En ik heb ook zo deze met zo glitter. Zo normale met glitterwimpers. Dus dat is wel leuk. En ik heb deze extreme wimpers. Ik heb nooit zo'n rare wimpers gezien in mijn leven. Maar ja, het zijn wimpers. En ik ga ze aanproberen. Ik heb zo'n glitterpasta. En die ga ik ook gebruiken vandaag. En dan heb ik natuurlijk gewoon keiveel borsteltjes voor de make-up. Deel zelf. En dan heb ik, ja, poeder. En dan ga ik daarover zo wit met paars zo mixen. En dan gaat dat zo dezelfde huidskleur als haar zijn. En dan, ja, ik heb ook rekkers voor mijn haar. Voor deze pruik. En dan heb ik dit paletje. Allemaal leuke oogschaduwen die ik kan gebruiken. Blush en highlighter, ik weet niet wat. En dit is nog allemaal lipgloss en lippenstift. En dan heb ik deze andere palet. Ik heb 2 bij. Want deze is allemaal van paars gemaakt. Allee, sommige. Het is zo in de vibe paars, zou ik zeggen. Oh my god. Zo spannend. Eerst ga ik gaan met deze poeder. Dus ik ga die hier gewoon opdoen. Eerst, ik ga even mijn mouwen omhoog doen. Natuurlijk moet dat. En nu ga ik een beetje op mijn hand doen. Ja, gewoon om te zeggen, ik draag niet zo vaak... Allee, ik draag bijna nooit make-up. Buiten of zo, als ik ergens ga. Dit is gewoon voor de fun. Hè?
Zij heeft het zo goed gedaan, maar zie mij. Zie er zo raar uit. Sorry voor de mensen die thuis kijken. Oké, dit is veel beter. Wing. Zoals jullie misschien al hebben gezien, in mijn vorige YouTube-video's, dat ik naar Griekenland ben geweest. Als jullie die video's nog niet hebben gezien, ga dan zeker kijken naar deze video. En ja, nu dat ik van Griekenland ben, thuis dus, ben ik wel benieuwd naar waar jullie, naar welk land jullie zijn gegaan of wat jullie ook gewoon thuis hebben gedaan. Yay! Ik zie er heel slecht uit. Maar ik denk nu dat ik gewoon naar de eyeshadow toe ga. Als Noah beneden komt, dan gaat hij echt mij aankijken zo van, Ella, bent jij nou? Met wimpers gaat dat gewoon zijn. Ja, ik voel het al. Ik voel het al. Zonder eyeliner was het veel beter, dat moet ik u zeggen. Wat vinden jullie van mijn make-up look? Schrijf in de comments. Oké, wat ik nu ga doen is zo lippenstift. En dan als laatste ga ik nog glitter doen. Zij heeft zo dikkere lippen en zij heeft zo een beetje geoverlijnd. Dus ik ga dat ook doen. Nu ga ik gewoon wat glitter erbij doen. Ik ga eens kijken op welke plekjes zij heeft gedaan. Dan ga ik ook die plekjes doen. Dus. En dan heb ik de laatste stap. Wimpers. Dat gaat echt een spannende zijn, want ik heb nog nooit eerder wimpers aangedaan. Dus dit is mijn eerste keer. En waarom is dat blubberig? Zo, en hier op haar neus heeft ze ook glitters. Maar ik denk dat het nu tijd is voor wimpers. De tijd waar ik al op heb gewacht en waar ik het meest nerveus over ben. Wimpers. Oh my god. Ah, dit wordt extreem, jongens. 1 hour later. Ja, mijn mama heeft mij geholpen met deze wimpers. Ja, ze zijn exact dezelfde. Zo zien ze eruit eigenlijk. Schrijf gewoon in de comments wat jullie hiervan vinden. Ik geef dit een 7 misschien. Om deze look helemaal volledig te maken, ga ik zeker mijn pruik nog aandoen. Wat een mooie pruik. Oké.